Dames en heren, goedenavond. Vanmiddag, 3:50, klinkt er een enorme explosie in Oslo. Eén of meerdere bommen zaaien dood en verderf in het centrum van de Noorse hoofdstad. De ravage is enorm. Net voor de uitzending spraken we met de Noorse journaliste Krista Overn. It looks like a war zone. All the windows in the government buildings are just blown out. It is blood everywhere. It is paper floating around. It is just blown out everything. So it's really, yeah, it looks horrible. At the moment of the blast, were you in the surroundings? Yes, I was in my office, which is 150 meters away. It's a really tall building, so we could feel it shake. In the entire building, it was a really big blast, and we realized quite quickly that this couldn't be just a regular road explosion or something. People are really shocked, but they are quite calm. People are, gathering around the site, or as far as near as they can get. But they are quite calm. There is no screaming and running. But people are really surprised and really shocked, I think. We don't expect these things to happen in Oslo. Bij mij in de studio is Bibi van Ginkel, onderzoeker en terrorisme-deskundige bij Instituut Klingendaal. Mevrouw van Ginkel, er is nog niet zo heel veel bekend. In ieder geval is het duidelijk dat het om een bomaanslag gaat. Enig idee in welke richting we moeten denken als het gaat om de daders? Ja, in eerste instantie denkt men natuurlijk altijd aan Al-Qaeda. Er zijn eerder verbanden geweest met arrestaties van een groter netwerk. Mm-hmm. En, ook in Noorwegen. En in eerste instantie gaan dus daar de gedachten naar uit. Ja. Er is nog heel veel onduidelijk, als gezegd. We zetten even de feiten op een rij. Even voor 3:30 vanmiddag. Een zware explosie in hartje Oslo voor de deur van de Noorse premier. Een autowrak ligt op straat. De ravage is enorm. Het kantoor van de premier is door elkaar geschud. Een aantal ministeries staat in brand. Alle ramen, echt alle ramen, zijn uit de gebouwen geblazen. Er liggen hoopjes kleren, bebloede stoeptegels. En het ziet er allemaal heel erg dramatisch uit. Een oorlogsgebied eigenlijk. De Noorse politie bevestigt om 5:00 dat de stad getroffen is door een bomaanslag. Het waarschijnlijke doelwit, het ministerie van Olie. Die plek is eigenlijk het politieke hart van Noorwegen. Dus als je een politiek motief hebt voor een aanslag, dan is dat eigenlijk de juiste plek om een bom te plaatsen. De ministers en premier blijken niet geraakt. Maar volgens de laatste berichten zijn er een tiental gewonden en enkele doden. De vraag is waarom Noorwegen, waar zoiets nooit eerder gebeurde. Noorwegen heeft een paar honderd soldaten in de noordelijke provincies van Afghanistan. Er wordt natuurlijk druk gespeculeerd dat dat een motief zou kunnen zijn. Er is verder echter nog helemaal niks bevestigd daarvan, dus dat is de vraag. Dat scenario doet denken aan wat er afgelopen december in Stockholm gebeurde. Twee autobommen gingen daar af als wraakactie op de Zweedse inmenging in Afghanistan. Maar er zijn ook andere scenario's die nu opdoemen in de media. Noorwegen is een van de weinige NAVO-partners die meedoet aan de bombardementen in Libië. En dan is er de zaak tegen Mullah Krekar, oprichter van de islamitische verzetsgroep Ansar al-Islam. Deze man staat op de terreurlijst van de VN en woont al jaren in Noorwegen. Noorse aanklagers kondigden 3 dagen geleden aan dat ze hem gaan vervolgen wegens terrorisme. Mevrouw van Ginkel, als je kijkt naar wat nu bekend is over de manier van werken bij deze aanslag, waar zou dat dan op kunnen wijzen? Ja, het is een grote bomaanslag, daar lijkt het op. Nog niet helemaal duidelijk of het er meerdere tegelijkertijd zijn. Ja. De keuze van het doelwit is natuurlijk belangrijk. Duidelijk gericht op de regering. Het was het kantoor waar ook premier Stoltenberg normaal gesproken aanwezig is. Of het ministerie van Olie in ieder geval. Lijkt dat duidelijk te wijzen op dat ze het hart van de regering willen treffen. En mogelijk misschien ook de doelen waar ze zich voor inzetten. Ja, als je nou kijkt naar de reeks aanslagen die
die er in Europa is geweest de afgelopen jaren. Hoe is het daarin te plaatsen? Ja, we hebben verschillende aanslagen, maar ook verijdeling van aanslagen gehad en verschillende arrestaties. Ook Noorwegen, hè, daar zijn ook arrestaties geweest van mensen die in verband worden gebracht met een groter netwerk. Het is nog niet gezegd dat het ook een aanslag is die uit dit netwerk voortkomt. Het kan ook nog zijn mensen die zich geïnspireerd voelen door het gedachtegoed van Al-Qaeda. Dat is ook altijd mogelijk. Maar dat er eerder zo sprake was van zo'n netwerk en dat er ook een rol voor Noorwegen was, ja, dat doet wel denken dat dat daar iets mee te maken heeft. Noorwegen speelt een actieve rol, we zeiden het net al, in Afghanistan. Ze zijn ook in Libië actief. Ja. Zou dat mogelijk een motief kunnen zijn om het nu daar te doen? Nou ja, in algemene termen kunnen we zeggen dat bijvoorbeeld ook voor Nederland we altijd meewegen dat we een rol spelen in Afghanistan als we naar dreigingsanalyses kijken. Dus dat, de opstelling ten opzichte van de Deense cartoons, ook in Noorwegen, heeft een rol gespeeld mogelijk. Althans, daar wordt over gespeculeerd bij eerdere arrestaties van verijdelde aanslagen. Dat soort aspecten, de opstelling dus van de regering, kan daar allemaal een bijdrage aan leveren. Het is even speculeren, we hadden het al even over Nederland. Als je kijkt naar Nederlandse rol daar, Nederland is natuurlijk erg lang gespaard gebleven van dit soort aanslagen. Wat betekent nou zoiets voor Nederland mogelijk? Ja, moeilijk te zeggen. Maar kijk, dat het zo af en toe een keer zoiets gebeurt, dat risico bestaat altijd. 100% veiligheid bestaat niet. Moeten we beter oppassen vanaf dit moment? Nou, ik denk dat er een goed samengewerkt wordt door veiligheidsdiensten. En het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er eens een keer iets door de mazen van het web glipt. Daar proberen ze natuurlijk altijd alles aan te doen om dat te voorkomen. Of Nederland nou extra moet opletten, dat zou ik niet 1, 2, 3 kunnen zeggen. Tenzij er uit de analyses van deze aanslag opeens blijkt dat er allerlei acute plotten zijn richting Nederland. Bibi van Ginkel, hartelijk dank. Graag gedaan. Dames en heren, goedenavond. Een nationale tragedie die Noorwegen zal veranderen. Dat heeft premier Jens Stoltenberg gezegd na de dodelijke aanslagen van gisteren. Het dodental is opgelopen tot tenminste 92. Het land is verdoofd na de bomaanslag op een regeringsgebouw in Oslo en de schietpartij op het eiland Utøya. Er wordt steeds meer duidelijk over de 32-jarige verdachte die inmiddels heeft bekend. Maar de vraag bij de Nooren is vooral, hoe kon dit gebeuren? In Oslo is onze verslaggever Bart Hettema. Bart, ja, eerst was het de bomaanslag, maar nu lijkt alle aandacht terecht uit te gaan naar dat eiland. Hoe is de situatie op dit moment daar in Utøya? Ja, toen ik hier gisteravond laat aankwam, ben ik natuurlijk meteen in de auto gestapt om naar het eiland toe te gaan. Maar ja, dan kom je al heel snel op een blokkade. Die hebben we nog een beetje weten te ontduiken, maar daarna weer een blokkade. De wegen gisteravond waren allemaal hermetisch afgesloten die kant op. Dat was vanochtend weer het geval. Dat heeft tot in de middag geduurd, zeker voor de buitenlandse pers, om daar te komen. Maar goed, die blokkade is een paar uur geleden opgeheven. En dan komen inderdaad al die verhalen naar buiten, die schrijnende, vreselijke verhalen van die overlevenden die het hebben gemaakt. De redders, de mensen die de kinderen hebben gehaald. Het ergste voorbeeld is natuurlijk dat de dader, verkleed als agent, probeert kinderen bij zich te krijgen. Te zeggen, bij mij ben je veilig, ik kom je ophalen. En vervolgens schiet hij ze één voor één dood. Dat is natuurlijk vreselijk. De verhalen van meisjes die elkaar zien sterven, het is vreselijk. En ook de mensen die zijn gezwommen, hebben geprobeerd de overkant te halen en dat niet hebben gehaald. Mensen die op de rotsen hebben geprobeerd zich te verstoppen, maar ook daar zijn doodgeschoten. Ja, het zijn allemaal verhalen uit de hel natuurlijk. Jij loopt daar nu een dag rond in Noorwegen. Hoe zou je de sfeer typeren? Ja, nou, kijk, toen ze hier vanochtend wakker werden, gisteravond zijn ze naar bed gegaan met 7, 8 doden hier op het plein en een aantal doden daar op het eiland. En toen ze vanochtend wakker werden, was het in één keer het aantal 80 doden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk veel. En ja, die mensen zijn toen hier eens een keer een kijkje gaan nemen van wat is hier allemaal gebeurd. En dan zien ze toch een beetje hier rondwandelen. Ze kunnen bij heel veel dingen hier niet komen, het is allemaal afgesloten. En wat er overheerst, vind ik, is het onbegrip. Het onbegrip van wie is die man eigenlijk die ons dit aandoet? De man ons eigen volk, die onze kinderen vermoordt. Mensen tussen 14 en 19 op het eiland zaten. Gewoon de toekomst van een generatie. Kinderen met nog een heel leven voor zich die allemaal zijn vermoord. En de mensen hier willen graag weten wat er aan de hand is. Nou, laten we eens even kijken naar een bijdrage die ik heb gemaakt samen met cameraman Freek Herberts. Oslo wordt wakker. Een aanblik die de inwoners van de stad niet kennen. Soldaten in de straten van de hoofdstad. Jeeps, afzettingen. Veel politie en dichte winkels in een groot gebied rondom de plek waar Anders Behring Breivik gisteren zijn bom liet exploderen. Verslagen is niet het goede woord. De inwoners van Oslo zijn vooral verbijsterd.
nieuwsgierig naar wie die man er is die bij zijn volledige bewustzijn zulke vreselijke dingen heeft gedaan en zoveel mensen op zo'n berekende manier heeft vermoord. Who is he? I don't know. What does he represent? I do not know yet. I mean, I'm just following the news and listening to the police and the politicians so far. I think it's too early with speculations, but I guess a lot of people are quite relieved that this is not one of the international terror attacks. So, but it's an enemy within that should also raise concerns, of course. Oh, definitely, definitely. It seems like it's one crazy idiot. So that's a lot better than what a lot of people thought. So that's good, okay. I guess. But that's the only good thing about the strategy, I guess. Oh, for sure, absolutely. It's how could it happen to a place like this, right? Which is what everyone's saying. How can this happen here? So how can it happen here? One crazy person. Gisteravond in de afgezette zone. Journalisten worden weer langzaam in de buurt van het regeringsgebouw toegelaten. We mogen hier niet filmen, dus laten we de camera stiekem even meelopen. Quiet now, hè? Ja. You heard the blast? No, I wasn't at work that time. Okay. I came late. Look at all the glass. Huh? How many meters is it from the explosion site? This? Yeah. Probably 200-300 meters. Okay. Yeah. Het is nu vroeg in de nacht, een uur of één. Het is hartstikke rustig hier. Komt natuurlijk ook omdat alles hier is afgezet. Maar vanmiddag moet de paniek hier natuurlijk enorm zijn geweest. Toen is daar aan de andere kant van dat hoge gebouw, het regeringsgebouw, die bom ontploft. En daar zijn alle ruiten eruit gesprongen. Hier, een paar honderd meter verder, kun je ook zien dat de luchtdruk hier nog behoorlijk wat schade heeft aangericht. I gotta admit, it's scary. It's really scary to realize that this is happening in our own country. I mean, Norway has never really been a terrorist target. And this, like they say on the news, this is the biggest thing that's ever happened in Norway since World War II. So it shook us all. I was taking the subway earlier, just a couple of hours after the incident, and something fell over and it was completely silent in the subway and everyone was scared. So of course it affects us, but I hope it will go over and we can live like we did. Voor Christina Euveren is het een rare dag. Als jonge stadsverslaggever van de krant Aftenposten is dit een vreselijk verhaal. Maar ze is wel trots dat de krant vandaag überhaupt is uitgekomen. So, the paper of today. Yeah, this is the newspaper that we had to print somewhere else in the middle of the night. Yeah. Yeah. Our offices were evacuated because of the explosion. Yeah. So we had to move all our equipment. And I think for the first time in history, this newspaper has been edited somewhere else, not in our offices. So. And these are the youngsters who are in the summer camp. Yeah. So it's horrible. It looks like a movie, isn't it? Yeah. A horror movie. De redactie van Aftenposten moet niet alleen de komende dagen veel verschrikkelijke verhalen vertellen. Dit drama zal Noorwegen heel lang met zich meedragen en keer op keer terughoren en zien. How does this affect Norwegian society for the coming months, perhaps years? I think that's very difficult to say. These days we are still in shock and we are very sad. If you go out in the streets, it's silence. People don't talk so much. And we have some very, very tough days in front of us. But what we will think about it and how it will act on us for months and years, I don't know. De schietpartij in het politieke jeugdkamp op Utøya, zegt Hogskeert, heeft Noorwegen van veel talent beroofd. Young people from all over Norway coming to Utøya for a summer camp in their vacation. And it's a lot of bright young people. Some of them could be our next prime minister or foreign minister. Eén man heeft met één goed gecoördineerde actie tientallen families ongelooflijk veel verdriet gedaan. En een heel land met veel pijnlijke vragen opgezadeld. Well, I think it's going to be another atmosphere, but I think we'll get past it.
there's been some horrific stuff in Norwegian history, and I think we'll go through it without division. Is the main problem. If division happens and people start building up their own castles everywhere and pointing fingers, then we have a problem. But we all know who's to blame here. It's one guy, and I think we'll hold hands together and get past it. But obviously, I'm afraid that it's going to be a more closed down city and more checkpoints places and more like looking over your shoulder and stuff like that. Direct na de schietpartij op het eiland Utøya is de 32-jarige Anders Behring Breivik aangehouden. Hij heeft inmiddels bekend. Wie is deze man die in koele bloede zeker 85 jongeren doodschoot en eerder op de dag een bomaanslag pleegde op een regeringsgebouw? Anders Behring Breivik, een 32-jarige Noor. Verantwoordelijk voor het grootste bloedbad in Europa, ooit door een eenling gepleegd. Hij is op het eerste gezicht een normale man, zoon van een kapster en woonde tot voor kort bij zijn moeder in Oslo. Maar op het internet profileert hij zichzelf als nationalist, met een diep gekoesterde haat tegen de islamisering van zijn land. Gjerningsmannen, som flere av dere har gitt opplysninger om, det jo en norsk etnisk nordmann på 32 år. Han vil nå bli gjenstand for offisielle avhør, og de starter omtrent som vi står her og snakker nå. De verantwoordelijkheid voor de islamisering legt Breivik bij de socialistische partij van premier Jens Stoltenberg. Die heeft er volgens hem voor gezorgd dat het aantal immigranten elke dag toeneemt. En daar moet volgens Breivik de partij voor boeten. Dat kan volgens hem maar op één manier. Door de partij in het hart te raken en de socialistische jeugd uit de weg te ruimen. Det er helt uvirkelig. Alle er i sjokk, og vi savner venner, og vi får høre mye rykter, og det er helt sinnssykt. Vi skjønner ikke hva som har skjedd. Het begint allemaal gisterenmiddag. Rond 3:30 ontploft hier voor het ministerie van Olie de auto van Anders. De wagen is volgeladen met honderden kilo's kunstmest. Op het moment dat zijn auto ontploft, is hij al op weg naar het eilandje Utøya. Daar komt hij 1:30 uur na de ontploffing aan. Zwaar bewapend. En verkleed als politieman. Så jag reste mig upp och såg ut vinter. Där stod det en man i sån politi skuddsäker väst med polisi på. Så drev han stod och sköt på jenta så låg på backen. Door de paniek die is ontstaan in de hoofdstad duurt het lang voordat de eerste agenten het eiland bereiken. De dader heeft hierdoor alle tijd van de wereld om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Hier zien we vanuit de helikopter hoe de schutter al moordend rondloopt. Uiteindelijk is zijn munitie op en wordt hij door ambulancepersoneel overmeesterd en overgeleverd aan de politie. Wat overblijft is een eiland vol doden en gewonden. Een plan dat tot in de puntjes lijkt te zijn voorbereid. 2 jaar geleden richtte hij het bedrijf Breivik Geofarm op. Een teeltbedrijf voor groenten, meloenen en knolgewassen. Op die manier kon hij al die tijd zonder verdenking kunstmest verzamelen. Dat hij uiteindelijk gebruikt voor zijn bom. Daarnaast heeft hij een wapenvergunning voor 3 wapens. Han er siktet voor 2 forhold. Det vil si, han er siktet både voor forholdet i regeringskvartalet og på Utøya. Det er en bestemmelse som til slutt sier at de handlingene som er gjort, blant annet eksplosjonen, sammenrasning av bygninger og menneskeliv som har gått tapt, det anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år. Nu, een dag na de aanslag, wordt het steeds duidelijker wie deze man is. Wat blijkt is dat zijn leven zich voor een groot deel op het internet afspeelt. Waarschijnlijk onder het pseudoniem Fjordman. Onder die naam post hij honderden artikelen op tientallen verschillende fora. Daarin wordt duidelijk dat hij christenfundamentalist is, zeer pro-Israël en zijn ideologie als volgt omschrijft. Alles is vooral de schuld van de cultuurmarxisten, mensen die de multiculturele samenleving omarmen.
Volgens Breivik is de samenleving daardoor overgeleverd aan de islam. Alleen cultureel conservatieven kunnen volgens Breivik deze beweging stoppen. Als voorbeeld van deze strijders noemt hij expliciet Geert Wilders. Islam, as a matter of fact, is not a religion. Geert Wilders wil hier niet op reageren, maar laat via internet weten dat hij deze daad verafschuwt. Bij ons in de studio is opnieuw Bibi van Ginkel, terrorismeonderzoeker bij instituut Klingendaal. Hartelijk welkom. Ja, gisteren hadden we het er nog over dat het mogelijk het werk zou zijn van Al-Qaeda of een vergelijkbare organisatie. Ja. Nu lijkt het er dus heel sterk op dat het een zaak is van één man die dit voor zijn rekening heeft genomen. Ja. Bent u verrast daardoor? Nou ja, gisteren dachten we natuurlijk nog door de soort aanslag dat het inderdaad, en de complexiteit van de aanslag, dat er sprake was van mogelijk Al-Qaeda. Er waren enkele aanwijzingen. Na de uitzending werd het bericht zo ongeveer bekend van het rondschieten op het eiland. En dat het dus echt sprake is van totaal iemand anders. Het kan overal gebeuren, maar ja, het is verschrikkelijk. Ja. Hoe zou je nou dit soort alleen opererende terroristen kenmerken? Ja, meestal benoemen we die als lone wolves, eenlingen die vrijwel geïsoleerd opereren. Ze hebben wel vaak sympathieën voor extremistisch gedachtegoed. Ja. Zoals bijvoorbeeld Timothy McVie ook wel eerder een soort van systeemhater is. Ze zetten zich af. Die in Oklahoma precies, de bomaanslag heeft gepleegd. Ja. En ze opereren alleen hebben dus niet, zijn niet onderdeel van een cel of een terroristische organisatie. Ze opereren alleen en zijn ze dan wel door de inlichtingendiensten goed in de gaten te houden? Zijn ze wel in het vizier te houden? Ja, het is eigenlijk een nachtmerrie voor inlichtingendiensten. Er moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. Duidelijk is dat omdat ze alleen opereren, ze dus minder zichtbaar zijn. Ze communiceren minder, hoewel ze wel soms zich uiten. Dat is bij deze man ook het geval. Dus hij zet wel allerlei berichten op internet en dergelijke. Ja. Maar in zijn voorbereiding en de handelingen is hij dan alleen bezig. En dat maakt het dus ontzettend lastig. Ja, dan hoorde ik net in het journaal een onderzoeker zeggen, ja, in Nederland letten de inlichtingendiensten extra op dit soort lone wolves. Kan dat wel? En hoe doen ze dat dan? Nou ja, ze zijn daarmee bezig. Ze proberen daar steeds beter beeld van te krijgen. Er zijn onderzoeken lopende, er worden expertmeetings georganiseerd. Je moet goed in de gaten houden van of er signalen zijn van mensen die zich dus extreem uiten. Het is wel lastig, want je hebt te maken met extreme gedachtes die niet per se tot daden hoeven te leiden. Je moet ontzettend veel activiteiten op social networks in de gaten houden. Precies, dus dat is bijna onmogelijk. Maar het is wel belangrijk dat in de maatschappij mensen ook de signalen oppikken en daarop reageren eventueel. En een ander punt wat misschien nog iets is om naar te kijken is bijvoorbeeld de wapenvergunningen. In dit geval ook iemand die vrij makkelijk een wapenvergunning heeft gekregen. Althans, in ieder geval daar niet op een juiste wijze gebruik van heeft gemaakt. Ja. Maar in feite moet de overheid dus meer aandringen dat mensen gaan opletten op verdachte activiteiten, nog meer. Een beetje een argwanende samenleving. Nee, dat juist niet. Ik bedoel, we blijven een democratie en een open samenleving. Daar zit juist de kracht van onze samenleving. We moeten ons wel realiseren, dit zijn eenlingen. Dit zijn mensen die echt een beetje van het spoor af zijn. Maar een kenmerk van dit soort eenlingen is dat ze soms ook gekopieerd worden. Is er nou een kans dat je in Nederland copycats krijgt? Nou, we hopen het niet natuurlijk. En dat is goed om daar alert op te zijn. Dat kan gebeuren, maar het is 100% zekerheid. En veiligheid kan je niet garanderen in de samenleving. Bibi van Ginkel, hartelijk dank. Graag gedaan. Een aanslag op de sociaaldemocratie. Dat is hoe de gewelddaden politiek worden getypeerd. De dader lijkt het direct gemunt te hebben op de premier, Jens Stoltenberg, en zijn partij, de Noorse Sociaaldemocratische Arbeiderspartij. De schok is enorm en ook de Nederlandse zusterpartij, de Partij van de Arbeid, reageert met afschuw op de aanslagen. Partijprominent Bram Peper zegt dat door de moord op de jongeren de partij direct in het hart is getroffen. Zo had het moeten zijn. De jonge socialisten van Noorwegen ontmoeten hun leider, de premier Stoltenberg. Het jaarlijkse uitje. Dit filmpje is van een voorafgaand jaar en door de jongeren zelf gemaakt. Voordat het eiland Utøya, dat letterlijk uitjeseiland betekent, voorgoed van sfeer verandert. Het is het hart van een traditie die waarin wordt gestoken, waarin een mes is gezet. En dat tikt geweldig aan. Bram Peper, hij spreekt Noors, heeft er veel vrienden, volgt de media en komt er vaak.
De oud-PvdA-minister kent veel socialisten in het land en herkent ook hun gebruiken. Het eiland Utøya is hem niet onbekend. En dat ligt dus in een meer, maar dat daar genoemd een fjord, waar men al tientallen jaren de socialistische jeugd verzamelt voor een kamp van een week. Die socialistische jeugd, maar ook andere jeugdbewegingen, zijn nog vrij sterk in Noorwegen. Is ook een soort opleidingsschool voor de politiek, zou je kunnen zeggen. Dus dit waren ook mensen, een stuk of 600 tussen 15 en 25. En die maken dan een gezellige week met elkaar, met lezingen, met discussies, met hun grote leiders. Gisteren was Gro Harlem Brundtland geprogrammeerd, de vorige minister-president van 10 jaar geleden. En vandaag zou Jens Stoltenberg komen. Ja, natuurlijk, Jens moet er zijn. Dus dat is een kweekvijver voor talent. Terwijl de socialistische jongeren zich gisteren vermaken, wordt er even verderop een aanslag op hun premier Jens Stoltenberg gepleegd. Een auto ontploft voor zijn ministerie. Hij heeft geluk, want hij is afwezig. Nooren vertrouwen zeer op Stoltenberg. Dat is een moderne man. De zekerheid van de welvaartsstaat is belichaamd in hem. En als je je dus wil afzetten tegen de regering, dan doe je dat in het bijzonder tegen de Arbeiderpartij. Want dat is de leidende partij in een coalitie. Samen met een soort GroenLinks SP-achtige club die Socialistisch Links heet. En met een kleinere boerenpartij die Centrumpartij heet. Het is de haat tegen links. Het is een haat tegen links. Die zijn toch, hoewel het klimaat zoals gezegd ernstiger is geworden naar de immigranten toe, die worden toch gezien als degene die verantwoordelijk zijn voor deze humanitaire traditie om mensen binnen te laten. De Pakistanen in de jaren 60, de Somaliërs, je verzint het maar. En dat is een gigantisch probleem in dat Noorwegen dat betrekkelijk wit is, nietwaar? Maar tegelijkertijd een traditie heeft. Nansen, internationalistisch. En dat wringt enorm. Een aanslag op de premier en de sociaaldemocratie in Noorwegen. PvdA-partijleider Job Cohen reageert vanaf zijn vakantieadres. De allereerste reactie is natuurlijk dat het verschrikkelijk is. En je probeert je dan in te denken. Ja, dit heeft er 560 van die jongeren die elkaar in dat Noorwegen elkaar toch al wel kennen. En dat daar op deze manier deze verschrikkelijke slachting plaatsvindt, het is onvoorstelbaar. Ook Job Cohen ziet dat de aanslag zich heeft gericht tegen links. Toch wil hij rechts niet de schuld geven. Ook al was de dader een fan van Geert Wilders, er mag geen verwijt ontstaan in de trant van de kogel komt van rechts. Nee, laten we dat in godsnaam vermijden. In godsnaam moeten we dat niet doen. En wat ik zei, waar kogels in het spel zijn, daar is de reden weg. Je kan het met elkaar oneens zijn, maar kogels die horen daar geen enkele rol in te spelen. En we zien het op andere plaatsen. Dat is niet alleen maar extreem, daar zitten ook gekken tussen. En je kan je niet voldoende wapenen tegen gekken. En laten we alsjeblieft het debat niet op die manier gaan vervuilen. Ik heb daar niet zo verschrikkelijk veel mee met te snel zeggen het komt van links of het komt van rechts. Het komt van een absolute idioot. Hoe komt zo iemand voor, zal ik maar zeggen, zeggen mijn vrienden. Hoe is dat mogelijk? En die Noorse vrienden van Bram Peper blijven die vraag maar herhalen. Hoe kan dit in dit liberale Noorwegen? We hebben het in Finland gezien bij scholen enzovoort enzovoort. Dit is wel heel erg heftig en uitgedacht, niet waar? Hoe kom je aan een politiepak? Ook niet zo makkelijk in Noorwegen. Wapens is makkelijker omdat de Nooren zijn jagers van huis uit. In Oslo loop je door de tuin van het paleis, nietwaar? In Oslo ga ik naar buitenlandse zaken toe en zeg ik tegen de portier, ik kom van meneer die en die. Wil u even naar boven bellen? In Oslo staat het parlement midden aan de Kalverstraat van Oslo, Karl Johan. Den Haag is een bunker vergeleken bij de openheid van Noorwegen. Zoals de aanslag op Pim Fortuyn Nederland veranderde, zal deze aanslag Noorwegen voorgoed veranderen. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Waar hier zoveel jongeren bij elkaar komen die dat niet alleen leuk vinden, maar dat ook doen vanuit een bevlogenheid, vanuit een passie, vanuit een ideologie. En als daar opeens... Ja, wat is het? Er waren 560 mensen en er zijn dan nou zo tegen de 100
Het is onvoorstelbaar, dat zijn je vrienden. Dat zijn de mensen waar je bij wijze van spreken dagelijks mee omgaat, waar je een heel netwerk mee hebt. En daar het is alsof het je hart wordt uitgerukt. Dus dat werpt een enorme schaduw, werkt dat ook over de toekomst. Het Wereldfestival van Jonge Socialisten in Oostenrijk komende week gaat ondanks de aanslagen toch door. De organisatie heeft laten weten dat er wel extra veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen. De man die vrijdag een einde maakte aan het leven van tientallen mensen heeft zijn daad jarenlang minutieus voorbereid. Andres Breivik leidde de afgelopen jaren een dubbel leven. Hij deed zich voor als verlegen en mensenschuw om zo in alle rust zijn bloedbad te plannen. Dat blijkt uit een document dat hij vlak voor zijn daad op internet zette. Noorwegen is nog altijd in schok over de extreemrechtse terreuraanslag. En in Noorwegen, op het plein bij de Domkerk, waar mensen zich hebben verzameld om te rouwen, is Bart Hettema. Bart, goedenavond. De Nooren hebben nu 3 dagen de tijd gehad om deze schok te verwerken. Hoe is de stemming, de sfeer nu, Bart? Nou, we zijn hier aanbeland. Dit zijn de gezichten van de vermisten en van de slachtoffers van de aanslag op Utøya, het eiland. Vermist voor hun geliefden, staat hier op deze krant. En je kunt het zien, het zijn jonge mensen, kinderen nog eigenlijk, meisjes en jongens, die waarschijnlijk allemaal dood zijn of nog vermist zijn in ieder geval. Dat is nu wel duidelijk. Ja, en we zijn dus nu uit de fase van die shock en we zijn nu aanbeland 3 dagen later in de fase van verdriet. En als je achter me kijkt hier zo, dan kun je ook wel zien dat die plek hier bij de Domkerk, waar al die mensen samenkomen om te rouwen, steeds groter wordt. De Nooren hebben een enorme behoefte om hun verdriet te delen. En dat werd zeker vanmiddag duidelijk om 12 uur, toen hier 1 minuut stilte werd gehouden voor de slachtoffers. En daar heb ik samen met cameraman Freek Herberts een reportage over gemaakt. Op weg naar het brandpunt van Noorwegens verdriet. Het lijkt alsof iedereen naar de Domkerk in Oslo wil komen om zijn emoties te delen. Vrijdagavond, kort na de tragedie, zijn hier de eerste kaarsjes en bloemen neergelegd. En inmiddels is deze plek uitgegroeid tot een eerbetoon waar iedereen aan bij wil dragen. I think it's just to remember the stuff that has happened. It's just gruesome and it's good to be one United Nation in these times to gather and. De regering heeft de bevolking gevraagd om op het midden van de dag 1 minuut stilte in acht te nemen. En dat gebeurt dan ook. Wat opvalt is dat veel van de mensen die we spreken vandaag niet alleen willen herdenken, maar ook vooruitkijken. Maybe by staying calm we could win over all those maniacs who try to disturb total societies. We don't cope with that. We don't like that. We would like to maintain the lifestyle we are used to and we would absolutely try to guard the society we have. I think that's a very, very important message, especially for this next generation, that they will always know that the only result and the only reaction is to show love, and love is the only way that we can go into the future, experience hate like this. Het overgrote deel van de mensen in het land is lid van de Kerk van Noorwegen. En dus zijn er drukke tijden voor Trond Bakvik van de kerk in Oslo. Hij praat niet alleen met de eigen gelovigen, maar staat momenteel ook de organisatie van de Arbeiderspartij bij, die in 1 klap zoveel jeugdleden is kwijtgeraakt. In the Labour Party, people are involved in the sense that they have lost someone, they have lost good friends, they have lost people they're in love with, they lost children and so on, at the same time as these people have to organize a lot, because almost 90 people from the Labour Party are either killed or hurt, and they have to organize how do we get the youth back to their homes, who takes care of them, what do we do when all the funerals come, and they have to do this at the same time as they're so personally affected themselves. I can be there with support, with helping them with practical things which is related, for example, to funerals, how do you deal with that, and try to be of a personal and pastoral support. De Noorse Arbeiderspartij is op een ongekende manier getroffen. Rondom het eiland Utøya wordt in het water nog steeds gezocht naar de stoffelijke resten van vermiste kinderen die logeerden op het zomerkamp van de jeugdafdeling van de partij. Een deel van de jeugd, de toekomst van de partij, is weggevaagd. Deep grief. In 2 words. Deep grief. And they work and then you can see them crying. They work and are strong and they're really
good. But then there's this grief inside all the time. Because they've lost some dear ones. And it's, some of them have experiences. I mean, one of I haven't talked to her yet, but one of them has told of a story where she was lying in between three dead bodies and was saved because the killer thought she also was dead. So it's that kind of stories which come up all the time. Omdat de voorgeleiding voor de rechtercommissaris in Noorwegen altijd openbaar is, had Anders Behring Breivik gerekend op een open podium om zijn boodschap uit te dragen. De rechter ziet het vanmiddag bepaald niet zitten. Veel Nooren zijn daar niet rouwig om. This court hearing today will only give him more attention, and I don't think we should give him that attention because this is part of his plan, I think. Are you interested in hearing what he has to say? No, absolutely not. You can read that on the internet what he has, what his opinions are, and we totally take distance to what his motives may be. These were youngsters who wanted to develop our democracy, and they wanted to develop the dialogue and open society, and they wanted to do it in service of peace and justice, and they were killed. Events like this, do they shake your faith? No. It strengthens my faith in a God who fights injustice. But it's hard to believe for people who lost their loved ones to an evil person. Yes, but that's the only hope we have. If we leave that hope, if we don't have that hope, then injustice will reign. Of iedereen in Noorwegen of binnen de arbeiderspartij zo genuanceerd denkt over de manier om het bloedvergieten te verwerken, is moeilijk in te schatten. Naarmate de weken verstrijken, de discussies over extreemrechts in het land oplaaien en de rechtszaak tegen Breivik vordert, zal ook duidelijk worden of de Nooren erin slagen om dit trauma van zich af te schudden en weer vooruit te kijken. Bart Hettema nog altijd in Oslo. Bart, je zei het al eventjes, hij moest vandaag voorkomen en had er graag een soort voorstelling van willen maken en zijn denkbeelden met de wereld willen delen. Maar de rechter die voelde daar niets voor, hè? Nee, nou weet je, kijk, de dader is een man met een missie, hè? En zijn missie is Europa schoonmaken, Noorwegen schoonmaken. Noorwegen bevrijden van wat hij een islamitische invasie noemt. En dat moet stoppen allemaal. En dat standpunt had hij natuurlijk graag in de rechtszaak willen verkondigen. Want hij heeft het ook al aangekondigd in zijn pamflet, dat als hij de aanslag zou overleven als dader, dat hij met zijn hele offensief in de propagandafase zou terechtkomen. Nou, hij is in die fase terechtgekomen. Alleen de rechter wil hem niet helpen daarbij. Die heeft vanmiddag beoordeeld dat er te veel veiligheidsrisico's aankleven als er pers wordt toegelaten in de zaal. Dus dat gaat mooi niet gebeuren. Dus in dat opzicht is de dader van zijn moment van glorie en van zijn moment van propaganda voorlopig, ja, dat hebben ze van hem afgepakt. Ja, en nou werd in eerste instantie door hem gezegd dat hij de aanslag alleen had gepleegd. Alleen vanmiddag zei hij voor de rechtbank, er zijn nog twee cellen in mijn organisatie. Hoe is er daarop gereageerd? Ja, nou, de politie heeft daar een uitspraak over gedaan. Ze zeggen van, we kunnen niet helemaal uitsluiten dat er nog twee cellen actief zijn. Maar ik krijg een beetje de indruk dat ze er niet helemaal van uitgaan, omdat hij vrij solitair heeft geopereerd. Ja, en als ik zo een beetje dat pamflet van hem bekijk, deze man schept graag nu op over zijn daden. Ik denk dat hij misschien ook aangeeft bij de politie en bij de rechter van, er zijn nog twee cellen actief. Al was dat alleen maar om nog meer verwarring over zijn persoon te scheppen. Maar goed, hoe dan ook, de politie houdt er rekening mee in ieder geval dat het toch zou kunnen. Dankjewel, Bart Hettema in Oslo. En bij mij in de studio is Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie. Mevrouw de Ruiter, welkom. U doet al de jaren onderzoek naar mensen zoals Breivik en wat hun motieven zijn. Ja, wat voor indruk heeft u van deze persoon? Dit is een man die een terreurdaad heeft gepleegd. Dus hij is een terrorist. Definitie van een terreurdaad is het gebruik van geweld met een politiek motief. Dat blijkt duidelijk uit zijn manifest. Er werd net ook in de reportage aangerefereerd dat hij de Europese landen en Noorwegen specifiek wil redden van allerlei wat hij ziet als onwenselijke ontwikkelingen, zoals de moslimimmigratie. En daar geeft hij eigenlijk met name de linkse politieke partijen de schuld van. Ja, dus u zegt eigenlijk het is een extremist, maar is hij anders dan bijvoorbeeld Tristan van der Vee, zo'n eenling die dan uit het niets lijkt het een aanslag pleegt? Ja, absoluut.
schoolschutters en iemand als Tristan die dan in een winkelcentrum eigenlijk willekeurig om zich heen geschoten heeft. Dat is heel anders dan, dan dit soort terroristen die heel duidelijk met een bepaalde missie aan hun daad beginnen en ook een politiek doel nastreven. Ja. En dat geldt niet voor die schoolschutters. En zijn ze daarmee makkelijker te stoppen of juist moeilijker? Ze zijn op zich makkelijker onder de radar van allerlei intelligence organisaties zouden ze moeten komen. En de vraag is dus ook hier van ja, wat is er hier misgegaan? Want hij had eigenlijk op moeten vallen, zeg je. Nou ja, hij heeft in korte tijd, in met name het laatste half jaar, een aantal voorbereidende handelingen gepleegd die, die opsporingsinstanties had moeten opvallen. Ja, en een belangrijk ding was er natuurlijk, en dat was dat manifest. Anders Breivik, een extremist, die is dus niet in een opwelling tot zijn daden gekomen, maar heeft alles heel militair, met militaire precisie voorbereid. Vrijdag zette hij een 1500 pagina tellend manifest op internet en het leest als een handleiding voor een terreuraanslag. Hier in Oslo-West groeit Anders Behring Breivik op. Al op jonge leeftijd deelt Anders de wereld in twee groepen, de Nooren en de moslims. Ondanks dat hij veel allochtone vrienden heeft, wordt hij op zijn 16e toch lid van de conservatieve Progress Party. Daar ontwikkelt hij zich tot anti-islamiet. Ook wordt hij steeds radicaler. In 2002 neemt Breivik een duidelijke beslissing. De Progress Party is niet radicaal genoeg voor hem. En daarom richt hij samen met anderen een nieuwe beweging op. De Orde van de Tempeliers. Binnen zijn eigen beweging is zijn bijnaam Sigurd, de kruisvaarder. Dat is het moment van radicalisering van Anders. Dan ontstaat het plan waar hij de rest van zijn leven voor wil werken. Een islamvrij Europa. Om dat te laten slagen moet hij in alle rust kunnen werken. Het is volgens hem van groot belang afstand te nemen van familie en vrienden. Hij zet een plan op om zo onopvallend mogelijk zichzelf af te zonderen. Dan begint hij in 2006 aan zijn eigen boek en maakt hij een gedetailleerde planning. In drie fasen wil hij de gevestigde orde omverwerpen. In 2083 moet zijn revolutie voltooid zijn en alle islamieten uit Europa verdreven zijn. Zijn doelwit om dat te bereiken? Links aanvallen. De Arbeiderspartij ziet hij als verraders en het kwaad. In de herfst van 2009 begint hij met het praktische gedeelte. Het opzetten van twee bedrijven. Een geofarm en een mijnbouwbedrijf. Hiermee kan hij 2 jaar lang zonder op te vallen aan alle benodigdheden voor zijn bommen komen. In februari 2010 koopt hij het computerspel Modern Warfare 2. Volgens hem het beste militaire simulatiespel dat er is om zichzelf voor te bereiden op zijn taak. In juli 2010 zoekt Anders via Google een plek in het bos om al het materiaal dat hij tijdens een aanslag nodig heeft te begraven. Als hij een plek heeft gelokaliseerd, rijdt hij met een zo onopvallend mogelijke auto over de weg tussen Oslo en het eilandje Utøya om halverwege diep in het bos een gat te graven. In augustus 2010 gaat een van de belangrijkste fasen in, het verzamelen van de wapens. Daarvoor heeft hij een roadtrip uitgezet door Europa. Hij wil van Noorwegen richting Denemarken rijden, vervolgens Duitsland en Tsjechië aandoen om een AK-47 en een Glock te kopen. Hij heeft diverse clubs uitgezocht en belangrijke punten waarin wapens gehandeld wordt. Maar uiteindelijk lukt het hem niet en moet hij een nieuw plan bedenken. Dan doet hij het toch maar via de officiële weg. Hij wordt lid van de Oslo Pistol Club. Hij vraagt een Glock aan en een automatisch wapen. 9 juli is alles klaar om te beginnen aan een van de laatste fasen. Het daadwerkelijk beginnen met fabriceren van de bom. Alle chemicaliën en explosieven die hij heeft opgespaard in de afgelopen jaren moeten nu gemengd worden tot een allesverwoestende bom. Daar is hij exact tot 19 juli mee bezig. Dan is alles klaar voor de grote dag. Hij heeft al het bewijs van zijn handelingen inmiddels vernietigd en legt de laatste hand aan zijn boek. En dat boek, mevrouw de Ruiter, dat hebt u bestudeerd. 1500 pagina's. Wat valt u op uit dat manifest? Wat me opvalt is dat het vooral in het begin heel erg veel redeneringen zijn waarom
allerlei politieke partijen niet goed bezig zijn in zijn optiek. Waarom het een probleem is dat Europa volgens hem steeds meer islamiseert. Uiteindelijk, hij haalt heel veel van blogs, van sites die daarover gaan. Uiteindelijk zie je dat hij gaandeweg dat hele manifest eigenlijk steeds meer derailleert en extremer wordt. En ook in mijn optiek steeds paranoïder. En eigenlijk als enige oplossing nog ziet om met geweld duidelijk te maken aan de samenleving dat er echt iets helemaal mis is met de huidige politieke establishment. Ja, en nou is dat manifest wat hij op internet heeft gezegd, dat natuurlijk met een bedoeling opgezet. Hij wil zoveel mogelijk aandacht krijgen. En de ironie is natuurlijk een beetje, daar doen wij nu ook aan mee, ja, door hem die aandacht te geven. Ja. Is dat schadelijk? Ja, dat is natuurlijk bijna onvermijdelijk dat mensen willen weten. Zeker de slachtoffers en de nabestaanden van slachtoffers in Noorwegen. Die willen begrijpen wat er gebeurd is. En ik denk ook dat dat goed is. Maar tegelijkertijd weten we ook dat, en dat geldt ook voor deze man. Hij heeft zich weer laten inspireren door voorgangers als Ted Kaczynski. Dat was een Amerikaan. Die, de Unabomber. De Unabomber die in een groot aantal bombrieven heeft gestuurd en ook een aantal bommen zijn daadwerkelijk ontploft. En die is jarenlang bezig geweest met terroristische acties in Amerika richting de overheid en richting vliegvelden. En ja, helaas is het zo dat in het manifest zijn ook allerlei citaten, bijna letterlijk, alleen heeft een paar woorden veranderd, uit het manifest van de Unabomber terug te vinden. Ja, helder. Corinne de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Aandacht dus, daar was Andres Breivik op uit. En aandacht krijgt hij nu van een geschokte wereld. Terwijl we proberen te begrijpen welke denkbeelden iemand aanzet tot zoveel bloedvergieten. Net voor de aanslagen zette Anders Behring Breivik dit filmpje op het internet. Al zijn radicale anti-islam denkbeelden verpakt in teksten en plaatjes. De bedoeling is duidelijk. Breivik wil aandacht voor zijn revolutie. Helaas, die aandacht heeft hij. Want hoe graag je hem ook zou negeren, het is belangrijk te kijken naar zijn denkbeelden. Is hij een eenzame gek of een inspiratie voor een grotere groep? Dit is natuurlijk een zaak van één man, maar dit staat voor een bredere ontwikkeling. Hans Moors, radicaliseringsonderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, volgt al jaren extremistische groepen in Europa. Volgens hem is Breivik een nieuw type rechtsextremist. Het is iemand die ook heel sterk vanuit een orthodox-christelijke levensovertuiging zijn daden motiveert. Die sterk vanuit een systeemhaat of verweestheid jegens overheden die hem zouden moeten beschermen redeneert. Sterk nadenkt over, ik ben de enige die orde op zaken kan stellen. Ik ben de enige die de power heeft, de macht heeft, want andere mensen worden domgehouden, worden weggedrukt. Hij is geen rechtsextremist zoals we dat vaker zien. Breivik is niet antisemitisch en zegt een fan te zijn van Israël. Wat hem drijft? Een zeldzame en gevaarlijke mix van nationalisme, christelijk fundamentalisme en islamhaat. Deze man was ook een knipper en een plakker. Hè. Dat manifesto dat bestaat uit heel veel verschillende onderdelen die hij met meer of minder eigen werk aan elkaar heeft geplakt. Dus hij heeft van alles bij elkaar gebracht wat op de een of andere manier tot de grote familie van rechtse en extreemrechtse ideeën te rekenen valt. De kern is, onze cultuur wordt bedreigd van binnenuit. De islam wil ons vernietigen. Breivik verwijst daarbij naar bloggers en politici die deze boodschap ook uitdragen. Zo leest hij de sites van bijvoorbeeld Pamela Geller en Jihad Watch, anti-islamactivisten die deels dezelfde termen gebruiken en die bevriend zijn met Geert Wilders. This man is my hero, Geert Wilders. Zij nodigde hem vorig jaar uit om in New York te protesteren tegen een moskee bij Ground Zero. So that New York, rooted in Dutch tolerance, will never become new Mecca. De partij zelf en de partijleider hebben zich met klem gedistanceerd. Maar je ziet wel dat op webfora die PVV angehaucht zijn, om het zo maar te noemen, deze discussie woedt. En dat daar ook mensen hun bewondering uitspreken voor deze pleger.
Dus dat is op zichzelf wel een zorgelijke ontwikkeling. Het feit dat je mensen aantrekt die je eigenlijk niet in je omgeving zou moeten willen hebben. Breivik haalde extra inspiratie uit de Tempeliers. Ridders die in de middeleeuwen kruistochten voerden tegen de moslims. Breivik zegt deze orde nieuw leven in te willen blazen. Moors denkt dat dat grootspraak is. Als u het mij vraagt, is het in de vorm waarin deze meneer erover spreekt vooral een symbool om te laten zien dat de haat tegen de islam, de afkeer van moslims eigenlijk al zo oud is als de middeleeuwen. Dus het is meer een manier van zeggen van jongens, ik vind niet dat de islam thuis hoort in het Westen en in onze christelijke samenleving. Dat hij nu lid is van een organisatie waar we ons zorgen over zouden moeten maken. Toch beweert Breivik dat hij niet alleen handelt en Moors gelooft dat. We hebben er volgens hem weinig zicht op. Mensen als Breivik weten heel goed hoe ze hun radicalisering moeten verbergen. Omdat ze onder de radar zullen blijven. Het zijn ook geen mensen die raar gedrag vertonen. Het zijn mensen die heel normaal, zoals u en ik, een opleiding hebben gevolgd, dikwijls werk hebben en zich keurig netjes gedragen in de omgeving waar ze wonen. Andres Breivik heeft volgens de Noorse politie verklaard dat hij bereid is voor zijn daden de rest van zijn leven de cel in te gaan.